Welkom bij de tweede lezing van het Studium Generali over geluk, dwang, drang. Op dit moment, dames en heren, loopt er een bijzonder boeiende tentoonstelling in het Museum Dr. Ghislain over het kind, gevaarlijk jong, en meer in bijzonder over het kind als gevaar of het kind en het kind in gevaar. Bruno van Opbergen, onze gast van vanavond, was nauw betrokken bij het ontwikkelen van die tentoonstelling en hij heeft ook een mooi stuk geschreven voor de catalogus. Dat stuk staat trouwens ook op onze website bij de rubriek Verder lezen. De tentoonstelling en die tekst waren de aanleiding voor ons om Bruno te vragen of om te komen praten over een onderwerp waarvan we zeker wisten dat hij daar een boeiend betoog kon overhouden. Het gelukkige kind en de vraag of dat al dan niet een mythe is. Bruno, we zijn zeer verheugd dat u op deze uitnodiging bent ingegaan. En we zijn er ook van overtuigd dat u als pedagoog en kinderrechtencommissaris met een uitgesproken interesse voor wijsgerige en historisch-pedagogische beschouwingen het gelukkige kind hier aan een scherpe analyse zal onderwerpen. Ik geef u graag het woord. Dank u wel, Sophie, voor de inleiding. En tegelijkertijd dank u wel voor de uitnodiging om hier vanavond te mogen spreken over inderdaad de gelukkige kindertijd. Het is een plezier om hier vanavond erbij te zijn. De kindertijd is iets waar iedereen wel zijn gedacht, zijn idee over heeft en dat maakt het niet altijd makkelijk om daar iets over te vertellen. Nu heb ik eigenlijk vooral geprobeerd om mij te baseren op het toch nog altijd beperkt wetenschappelijk onderzoek dat daarom bestaat, maar tegelijkertijd heb ik ook geprobeerd om op zoek te gaan naar elementen, zowel in de kunsten als in de meer populaire cultuur, die waar ik mijn verhaal kan aan vasthangen. En het is daarnet al aangekondigd, ik wil heel graag starten met een filmpje. Het is een film, een kort film van Run Drake. En de kortfilm heet Rabbit. Ik ga u straks duidelijk maken waarom ik voor deze intro gekozen heb. Waarom deze kortfilm? Heel duidelijk, het is een kortfilm van Run Break, die ons doet nadenken over wat kinderen zijn, wat volwassen zijn is en wat de verhouding tussen die twee is en wat er vandaag met kinderen aan de hand zou kunnen zijn. Eerst en vooral vind ik het bijzonder interessant hoe in de kortfilm eigenlijk de grens tussen kind zijn en volwassen zijn hier een zeer vage grens is. We zien hoe wat we vaak als kenmerken van typisch volwassenen omschrijven, zien we hier dat die eigenlijk volop op het lijf van kinderen toegedicht worden, volop op het lijf van kinderen toegeschreven wordt. Tweede element is het spel met de kinderlijke onschuld. En dan in derde instantie is er natuurlijk de link met de commerciële industrie. En dat vind ik een heel belangrijk gegeven, omdat u zal merken dat doorheen mijn verhaal van vanavond die commerciële wereld, die commerciële industrie toch wel een belangrijke plek zal innemen. Drie elementen die van belang zullen zijn in het verhaal dat ik u graag wil vertellen. Een idee of een gedacht dat we vandaag heel vaak horen als het gaat over kinderen en over de kindertijd en over kind zijn, dan is dat de idee van kinderen kunnen vandaag geen kinderen meer zijn. We hebben dus vaak het gevoel van, goed, de kindertijd die heeft zijn onschuld definitief verloren en met het verdwijnen van die onschuld lijkt ook het kindergeluk verdwenen. Dat is toch wel een heel belangrijke idee, namelijk dat als we spreken over geluk, als we spreken over een gelukkige kindertijd, dat het heel vaak geassocieerd wordt met de idee van onschuld, met een zekere naïviteit, met een zekere, zou je kunnen zeggen, romantische inslag. Als het gaat, als we denken over kinderen en hun geluk. Ik ga in mijn verhaal van vanavond deze idee heel sterk proberen counteren. We kunnen niks zeggen over de kindertijd, we kunnen niks zeggen over kinderen, als we ook niks zeggen over de volwassenen. Over de volwassentijd, over volwassen zijn en dus over wat we verwachten van volwassenen. In heel de idee, of in heel de gedachte dat kinderen vandaag geen kinderen meer kunnen zijn, zit heel sterk
de these vervat dat als we spreken over kinderen en over de kindertijd, dat daar een soort natuurlijkheid in verweven zit. Kinderen zijn nu eenmaal zo. Dit is een gedachte die we zeer sterk moeten counteren. Kind zijn, kindertijd, en u zal merken dat ik veel meer over kindertijd en kind zijn spreek dan eigenlijk over kinderen zelf, is een geheel van conventies, is een geheel van afspraken en verschilt in die zin heel sterk van cultuur tot cultuur en van sociaal-economische context tot sociaal-economische context. Kind zijn krijgt maar vorm in zijn bestaan. Kind zijn krijgt maar vorm binnen een gegeven maatschappelijke context. Dus is een heel belangrijk vertrekpunt voor mijn verhaal. Ik gebruik een concept van Michael Sebastian Heunig. Dat is een Duitse auteur die zich gespecialiseerd heeft in de geschiedenis van de kindertijd. Een concept om vandaag naar die kindertijd en dus naar die gelukkige kindertijd te kijken. Dat is het concept generationing. En generationing is een zeer zinvol en zeer interessant concept, omdat het ons toelaat om niet alleen naar de kindertijd te kijken, maar ook naar de volwassentijd te kijken. En waartoe Heunig ons uitnodigt en waartoe hij ons eigenlijk uitdaagt, is om keer op keer te gaan kijken naar hoe wordt de kindertijd, hoe wordt kind zijn op een bepaald moment, binnen een bepaalde context, binnen een bepaalde samenleving geconstrueerd. Wat voor kenmerken worden daaraan gedicht? En tegelijkertijd, hoe wordt volwassen zijn? Hoe wordt de volwassentijd gedefinieerd? En hoe verhouden die twee definities zich tegenover elkaar? In mijn verhaal van vanavond ga ik mij beperken tot het kind binnen het Westen. Een kind zijn binnen de Westerse samenleving. En u zal zien dat ik daar eigenlijk een periode bestrijk van ja, pakweg 150 jaar. Tussen midden 19e eeuw tot vandaag. Laten we dan kijken naar de centrale these. Dat de combinatie van geluk en kind zijn, de combinatie van geluk en kindertijd, dat eigenlijk een vrij recent gegeven is. Op een bepaald moment in de moderne tijd, te situeren vanaf 17e eeuw, eind 17e, eerder 18e eeuw, zijn we op een andere manier naar kinderen gaan kijken. En die andere manier van kijken naar kinderen, die heeft ertoe bijgedragen, in belangrijke mate toe bijgedragen, dat we die combinatie van geluk en kind zijn, geluk en kindertijd zijn gaan maken. En dat we dus eigenlijk die gelukkige kindertijd als ideaal naar voren zijn gaan schuiven. Als ideaal binnen onze samenleving, maar dus ook als ideaal binnen de opvoeding. En dus een heel duidelijke oproep naar ouders om aan die gelukkige kindertijd vorm te geven. We zien in die 18e eeuw, en ik kom daar straks op terug, wel heel duidelijk dat fundament van die kinderlijke onschuld ontstaan. Een fundament voor die gelukkige kindertijd. Maar de socio-economische omstandigheden van kinderen, die waren nog absoluut te precair om echt al voor een doorbraak van die kinderlijke onschuld en dus voor een doorbraak van die idee van de gelukkige kindertijd te betekenen. Het is pas bij het begin van de 20e eeuw, op het moment dat er sociaal-economisch voor kinderen heel veel gaat veranderen, dat we eigenlijk definitief de doorbraak van de gelukkige kindertijd zullen kennen. Als we vandaag denken over kinderen in termen van onschuld, dan is dat, zoals ik daarnet aangaf, een relatief nieuw gegeven binnen onze geschiedenis. Het is een gegeven dat gestart is met een figuur als Jean-Jacques Rousseau en dat dan eigenlijk verder binnen de Duitse romantiek verder is uitgebouwd. We zien hoe bij Rousseau het kind eigenlijk voor het eerst gaat verschijnen als een mens. Niet langer als een soort mini-volwassene, maar echt als een mens. Een mens die ook niet langer gaat gedefinieerd worden in termen van een soort tekort. Kinderen kunnen dit nog niet, ze begrijpen dat nog niet, ze weten dat nog niet. Nee, niet als een tekort, maar eigenlijk als een alternatief. Als een alternatieve manier van mens zijn. Heel belangrijk. Rousseau is daar echt een cruciale figuur in geweest. Het is Rousseau geweest die gesteld heeft dat in een kind eigenlijk
natuur en cultuur nog samenvallen. En dat in die zin het kind van nature goed is. Dat het kind in zich een soort genialiteit zelfs in zich draagt. Een genialiteit. We zien hoe bij Rousseau, maar ook bij verschillende van die Duitse romantici, zoals een Goethe en zoals een Schiller, eigenlijk het kind gaat omschreven worden als een naïef genie. Iemand als een Friedrich Schiller, die heeft daar schitterende dingen over geschreven. En ik heb u gewoon dit citaat gegeven, waarin de centrale gedachte van die Duitse romantiek heel duidelijk wordt geformuleerd. Wat stelt Schiller? Zij zijn wat wij waren. Met volwassen worden hebben wij iets verloren. Hebben we eigenlijk ons samenvallen natuur en cultuur verloren. Het is eigenlijk door de initiatie in de cultuur, het is door het geciviliseerd worden, gesocialiseerd worden, het opgevoed worden, dat we eigenlijk onze natuur gaan verliezen. Zij zijn wat wij waren. Heel belangrijk, omdat we op dat moment een van de kernelementen zien van iets wat vandaag nog altijd heel sterk terugkomt. Dat is dat we als volwassenen vanuit bijna een soort nostalgie gaan kijken naar kinderen. En vanuit die nostalgie kinderen kenmerken gaan toekennen die we dan eigenlijk gaan associëren met zo zitten kinderen nu eenmaal in elkaar. We zien dan hoe toch wel 150 jaar later bijna de reformpedagogiek, en dat is de pedagogische vernieuwingsbeweging. U moet denken aan figuren als een Freinet, aan een Steiner, aan een Montessori. Allemaal figuren die we onder de noemer reformpedagogen, hervormingspedagogen, zijn gaan vatten. En het is binnen die reformpedagogiek geweest dat die idee van Rousseau verder uitgespit is. Heel belangrijke figuren daarbij zijn Maria Montessori geweest, een Italiaanse arts, tegelijkertijd pedagoge, en Ellen Key. Ellen Key, een Zweedse pedagoge, die in 1900 een boek geschreven heeft dat op heel korte tijd in meer dan 20 talen is vertaald. Een boek met als titel De Eeuw van het Kind. De Eeuw van het Kind verschijnt in 1900, heel symbolisch. En daar zie je terug die idee terugkomen van hoe we ons als samenleving moeten oriënteren op kinderen om tot een betere samenleving te komen. Er is in de inleiding verwezen naar ons project Gevaarlijk Jong. Met Gevaarlijk Jong proberen we eigenlijk heel die idee van die kinderlijke onschuld heel sterk in vraag te stellen. Tot op vandaag is het onschuldige kind het dominante kindbeeld. Wat gebeurt er op het eind van de 19e eeuw? Wel, de leefwereld van kinderen gaat er op dat ogenblik totaal anders gaan uitzien. Op het eind van de 19e eeuw is dit nog de dagelijkse realiteit van het merendeel van de kinderen in onze samenleving. Gaan werken, het zij in de fabriek, het zij op het platteland. Denk aan de film Daans, dat kan u onmiddellijk een beeld schetsen van hoe kind zijn op dat ogenblik was. We zien hoe op 30, 40 jaar tijd eigenlijk die leefwereld van kinderen totaal gaat veranderen. We zien hoe in 1889 de wet op de kinderarbeid er komt. We hebben in 1912 de wet op de kinderbescherming. Zeer belangrijk, omdat op dat moment voor het eerst het idee van het belang van het kind. Beslissingen moeten genomen worden in het belang van het kind. En we hebben in 1914 de wet op de leerplicht, die heel duidelijk stelt, kinderen moeten voortaan, tot 14 jaar nog op dat moment, moeten voortaan naar school gaan. We gaan zien hoe kinderen op dat moment niet langer producent gaan zijn, maar een totaal andere economische betekenis gaan krijgen. Met als gevolg dat de plaatjes van daarnet kunnen vervangen worden door andere plaatjes. Plaatjes, het speelgoed. Het speelgoed zal een prominente plek gaan innemen in de leefwereld van kinderen. Speelgoed dat een niet onbelangrijke rol zal vervullen in het creëren en in stand houden van die gelukkige kindertijd. Tegelijkertijd heb ik gezegd, zie je hoe naast
die nieuwe commerciële omgevingen die voor kinderen ontwikkeld worden, eigenlijk nieuwe pedagogische ruimtes gaan ontstaan. Nieuwe pedagogische ruimtes die gaan ontstaan vanuit een soort verlangen om kinderen te gaan opvoeden. En binnen dat verlangen naar opvoeden zal dat geluk, dat kindergeluk, een cruciale rol spelen. Je hebt onder meer de Campbell, de Campbell Soup Kids. Ik ga u daar straks ook heel kort een prachtig filmpje van tonen. Maar interessant daarbij, bij die Campbell Soup Kids, is dat geluk niet alleen in termen gaat beschreven worden van ja, bon, een gelukkige kindertijd, samen doorbrengen met vrienden, apart jeugdland, maar dat dat ook gaat gekoppeld worden aan andere thema's. Een heel belangrijk thema daarbij is gezondheid. En we zien hoe, bijvoorbeeld in reclame voor gezondheid, die gelukkige kinderen, die stralende kinderen, die blozende kinderen, een heel prominent thema zullen worden. De Campbell Soup Kids zijn daar een voorbeeld van. Tegenover die idee van die gelukkige kindertijd hangt een beeld van de volwassenen, van het volwassen zijn vast. En we gaan zien hoe eigenlijk ouders zullen opgeroepen worden om heel sterk in die idee van die gelukkige kindertijd mee te gaan. We zien het opduiken in opnieuw commerciële advertenties. Dit is een voorbeeld van een advertentie voor de NMBS en dan een advertentie voor Bredene Plage, waar je heel duidelijk de rol van de ouder ziet. Je hebt het kind dat centraal staat, het gelukkige, lachende kind staat centraal. En het is de ouder, heel vaak de moeder, die de rol speelt van ondersteuner. Ik heb zelf een analyse gemaakt van de vrouwenmagazines tussen 1945 en 2005. En daar zie je, als het dan gaat over adviesliteratuur, dan zie je dat magazines als Het Rijk der Vrouw, Libelle en zo meer een heel belangrijke rol hebben gespeeld om die gelukkige kindertijd mee vorm te geven. En dus eigenlijk ouders mee op te roepen om die gelukkige kindertijd, om daar daadwerkelijk een feit van te maken. Dit sterk hameren op de gelukkige kindertijd vanuit de idee, wel te verstaan, hè, vanuit de idee dat geluk eigenlijk een soort naïviteit, een soort onschuld in zich draagt, heeft volgens mij op zijn minst een belangrijke impact op twee zaken die met kinderen en met opvoeding vandaag te maken hebben. In eerste instantie worden we vandaag heel sterk geconfronteerd met een commercialisering van emoties die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen. Eerste voorbeeld is een website, veiligheid.nl. Dat is een website die specifiek gemaakt is voor ouders en die eigenlijk alle activiteiten van kinderen in kaart brengt en ouders dan een opsomming geeft van wat er allemaal kan fout lopen bij het vervullen van die activiteiten. En zo ziet u daar onderaan de grote waarschuwing staan rond het knutselen. Uw kind zou de eerste niet zijn die erachter komt dat je ook met een kindveilige schaar je eigen haren of die van een vriendje kunt knippen. Heel mooi, alhoewel, is ook het voorbeeld, ik weet niet of u het toestel kent dat daar staat, dat is de Splash Buzzer. De Splash Buzzer is ontwikkeld om ouders gerust te stellen als hun kinderen in de tuin aan het spelen zijn. Wat moeten kinderen doen? Ze moeten dat toestel rond zich binden en tegelijkertijd staat er een toestelletje in de keuken. En als het toestelletje van rond het kind in contact komt met water, dan gaat er een alarmsysteem af in het toestel van de ouders. Dan kunnen ouders snel naar een kind lopen om te zien of er toch maar niks fout is gelopen. Je voelt dus, ouders worden eigenlijk opgeroepen om permanent alert te zijn. En we zien hoe die idee van die gelukkige kindertijd eigenlijk stilaan evolueert naar een kindertijd waarin we niet langer bezig zijn met het geluk van kinderen, maar eigenlijk voortdurend proberen ongeluk te vermijden, proberen risico's te vermijden. We zijn, met andere woorden, gestart met het idee van maken er de eeuw van het kind van. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben er
de eeuw van het risicokind van gemaakt. We zijn enorm gefixeerd vandaag op gemiddeldes. Die focus op de profielen. Angst dat we toch maar niet dat gemiddelde, dat ons kind toch maar niet op het gemiddelde zal zitten. Als je kijkt naar elk geboortekaartje, wat staat er op elk geboortekaartje? Hoeveel weegt het kind en hoe groot is het kind? En dan zeggen grootouders, als ze dat lezen, 51 centimeter, 3 kilo 200, het is een goedje. Het is normaal. Die enorme focus op dat gemiddelde. Die enorme focus. En vanaf het moment dat het kind daar een beetje van begint af te wijken, slaan we massaal in paniek. Zodanig dus dat we in die eeuw van het risicokind zijn beland. Een eeuw die eigenlijk bol staat, en hij is nog maar pas begonnen, van termen zoals labeling en medicalisering. Het gaat vooral om om een bijna fixatie. Het is zelfs geen fascinatie, maar een fixatie op alles wat kan foutlopen. Ik toon u hier twee tekeningen. Het zijn twee tekeningen van lagere schoolkinderen die gediagnosticeerd zijn als kinderen met ADHD. En waar ik aan gevraagd heb, samen met een groep studenten, om zichzelf te tekenen van hoe zij vinden dat de buitenwereld hen percipieert. De eerste jongen heeft zichzelf als duivel getekend. De tweede jongen heeft zichzelf als virus, u ziet het daar onderaan staan, als virus binnen een computernetwerk getekend. Hij is diegene die de boel altijd platlegt. Kinderen die zichzelf als duivel gaan omschrijven, kinderen die zichzelf als virus in een netwerk gaan omschrijven, het is duidelijk dat er vandaag iets aan de hand is met ons idee van de gelukkige kindertijd. Wat moeten we daar nu mee doen? En ik geef u gewoon één idee mee. Een idee dat ik gehaald heb bij een gepensioneerde Nederlandse pedagoog, Dolf Koonstam. Die spreekt over het belang van liefdevolle verwaarlozing. Hij zegt, opvoeding zou vandaag wel wat meer liefdevolle verwaarlozing mogen zijn. Met andere woorden, misschien moeten we vandaag veel meer zaken gewoon los kunnen laten, op een beloop kunnen laten, wat niet betekent dat we niet aanwezig zijn als opvoeder, wat niet betekent dat we niet zorgzaam zijn voor kinderen, dat we niet bekommerd zijn om het geluk van kinderen, maar door constant dat geluk te willen najagen, jagen we eigenlijk kinderen vandaag in een soort permanente stresssituatie, waarbij we dan op een bepaald moment moeten vaststellen dat geen enkel kind nog beantwoordt aan datgene wat we als norm vooropgesteld hebben. Liefdevolle verwaarlozing, het is geen gemakkelijke gedachte, maar het is wel een gedachte, denk ik, waar we toch mee aan de slag kunnen gaan. Ik dank u voor uw aandacht. Dat aangezien het beeld dat wij nu hebben over kinderen, over de kindertijd en hoe dat moet verlopen, met dat beeld hebt u dan ook het idee dat het nadenken over die psychologische problemen en zelfs psychiatrische problemen eigenlijk te ver reikt, dat we dat ook moeten herbekijken, dat we soms de dingen met iets te weinig korrels out nemen, dat we er iets te diep op ingaan op die manier. De vraag is, binnen psychologie en psychiatrie wordt er veel aandacht besteed aan die eerste levensjaren, aan die kindertijd. Vat ik het goed samen als u zegt, wordt dat niet overschat? Wordt daar vandaag niet te veel aandacht aan besteed en moeten we dat niet wat meer met een korrel zout nemen? Ja. Ik denk dat dat een beetje aanraakt wat ik helemaal op het eind wil aangeven met die paradox van de gelukkige kindertijd of de paradox van de gelukkige jeugd. En wat is die? Wel, dat we als volwassenen, als ouder, maximaal willen inzetten op het geluk in die kindertijd. Omdat we horen dat dat belangrijk is en we gaan daar dus alles voor doen om die kindertijd zo gelukkig mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we allemaal dat we daar goed, we kunnen uiteraard voor belangrijke randvoorwaarden zorgen, maar heel wat van die eerste jaren vergeten we. Ook dat toont onderzoek aan.
En hoe denken we dan terug aan onze kindertijd? Maar eigenlijk op basis van de herinneringen die we aan onze kindertijd hebben. Dus ouders proberen er alles aan te doen om die kindertijd gelukkig te maken. Maar eigenlijk zijn het de kinderen zelf, wij zelf, die dat geluk in die kindertijd mee vormgeven. Vooral mee vormgeven, op basis van onze herinneringen. Wat kunnen we als ouder dus doen? Die herinneringen sturen. Zou je kunnen zeggen. En je voelt dat ook als je foto's bijvoorbeeld... Foto's spelen een ontzettend belangrijke rol om gedachten te hebben, herinneringen te hebben aan onze kindertijd. Vandaar dat ouders op belangrijke momenten, moment dat je op de school van Sinterklaas mag zitten bijvoorbeeld, of op allerlei feesten, foto's zullen gaan trekken. En het zijn die onze herinneringen voeden. Dus worden die eerste levensjaren overschat? Ik denk dat we nog altijd onvoldoende zicht hebben op de daadwerkelijke impact daarvan. Ik spreek niet over situaties van verwaarlozing en zo. Laat dat duidelijk zijn. Want daar heeft onderzoek ondertussen heel duidelijk aangetoond dat als je die eerste jaren in zware armoede en in zware verwaarlozing leeft, dat dat uiteraard een grote impact heeft op de rest van jouw leven. Maar ik heb het over de niet-problematische kindertijd. En de impact daarvan, dan denk ik dat we die toch wel met een serieuze korrel zouden moeten nemen. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Meneer vroeg in geval van problematische situaties, zelfs psychiatrische situaties, of dat er dus niet te veel nadruk gelegd wordt op de kindertijd. Dus mijn vraag is dan, van wat denkt u dan over de psychoanalyse en de psychoanalytische inzichten over de... Ik ben zelf geen psychoanalyste, maar... laat dat duidelijk zijn. Wij zijn met kinderrechtcommissariaat rond kinderarmoede bezig geweest. En alle onderzoek rond kinderarmoede toont aan dat die eerste 3 jaar ongelooflijk belangrijk zijn. En als het dus gaat om... je ziet dat bijvoorbeeld ook in onderzoek naar kinderen die geadopteerd zijn. En die dan op een bepaald moment bijvoorbeeld naar België komen wonen. Maar die in hun eerste levensjaar... zware traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, dat heeft duidelijk een impact op het leven van die kinderen. Maar ik vind dat we een onderscheid moeten maken tussen zoals ik daarnet zei, tussen die zwaar traumatische situaties, die heel precaire situaties en de niet-problematische, normale kindertijd. En als het gaat over de impactvraag of de effectvraag, dat je moet vasthouden aan dat onderscheid en dat je dan tot een ander antwoord gaat komen, natuurlijk. Goedenavond. Als u daar beginnen schetsen bent dat het op 130 jaar tijd is, van 1880, einde 1880, tot nu zo snel geëvolueerd is, hebt u 3 redenen opgegeven. Ja, u zegt, u begint eigenlijk met de vaststelling dat het sterftecijfer gedaald is. Ja. Is het dan ook niet te verklaren tussen 130 jaar geleden en nu, dat die evolutie van een kind als bron van inkomsten en arbeid tot het gelukkige kind, tot nu de eeuw van het probleem van het risicokind, is dat ook niet demografisch gewoon te verklaren? Dus na de daling van het sterftecijfer waren er heel veel kinderen. Doordat het aantal kinderen beginnen dalen is de fixatie op het gemiddelde groter geworden. En is ook de angst om een kind te verliezen exponentieel gestegen. Als je er vroeger 10 had en je verloor er 1, ja... Mm-hmm. Het is cru gezegd, wat gebeurt. Het is ook zo, ik ben daar te als je er nu maar 1 hebt, ja, dan moet het een gemiddeld kind zijn. En vroeger mocht je er 10 hebben, er mochten er 3 te dik zijn, 2 te dom en zo verder. Ja? Ja. 1 te kort en 4 te lang. Ja. Maar nu heb je er maar 1 meer. Ja, het moet het gemiddelde zijn en het moet blijven leven en het moet succesvol zijn. Ja, dat speelt zeker een rol. Ik ben daar snel over gegaan, maar het is inderdaad zo dat in 1900... hier in Gent gingen nog 200, 250 kinderen op 1000 stierven als zuigeling. Dat is een situatie die we ons vandaag totaal niet meer kunnen voorstellen. Op heel korte tijd is dat dan veranderd. En dat speelt daar zeker een rol in, daar ben ik van overtuigd. We moeten wel oppassen met het idee dat we altijd grote gezinnen hebben gehad en dat dan na de...
dat dan in de jaren 70 veranderd is. Als je kijkt naar demografisch onderzoek daar rond, dan is er eigenlijk de periode, zouden we kunnen zeggen, in die eerste helft van de 20e eeuw zijn er dan inderdaad heel veel kinderen in het gezin geweest, maar de periode ervoor en de periode daarna was dat absoluut niet zo. Dus het is eigenlijk een uitzonderlijke periode geweest, die eerste helft van de 20e eeuw, dat er heel veel kinderen waren. Maar vaak zie je dan die idee opduiken, dat is zoals de onderwijzer die altijd respect zou gehad hebben tot vandaag. Ook die idee klopt niet. Dat is dezelfde met het aantal kinderen in het gezin. Het is echt een uitzonderlijke periode in de geschiedenis geweest dat er veel kinderen waren. Maar ik ga er zeker... Door de daling van het sterftecijfer. Maar goed, daar zullen ongetwijfeld ook andere factoren een rol gespeeld hebben. Maar ik ga er zeker mee akkoord dat door het aantal... door het beperkte aantal kinderen vandaag in het gezin en natuurlijk heel de maatschappelijke context waarbinnen we naar kinderen kijken, dat die fixatie op dat ene of die twee kinderen immens is. En je ziet ook dat bij kinderen zelf alleen heel wat stress en een enorme druk teweeg brengt. Alle onderzoek rond stress bij kinderen toont dat aan. En het feit dat men bijvoorbeeld steeds meer aandacht ook heeft voor bijvoorbeeld depressie bij kinderen, zet dat ook nog maar eens extra in de verte. Waar je ook nogal snel over gegaan bent, denk ik, dat is de tweede van die drie redenen. Dat is dus het belang van de commercialisatie bij het scheppen van dat nieuwe kindbeeld. Nu, ik denk dat u zich daar vergist. Die commercialisatie ging samen met een industrialisering van de samenleving. En dat is het eigenlijke punt. De welvaart die daarmee samenging, heeft, net als de dalende kindersterfte, toegelaten van meer aandacht te geven aan de kinderen. Maar dus van die drie oorzaken legt u zeer sterk de nadruk op de tweede, de commercialisatie. En u argumenteert dat totaal niet. Alleen maar door een paar gekke reclamefilmpjes te laten zien. Ik zie de vergissing niet onmiddellijk hoor, maar wat je krijgt is die veranderende economische betekenis van kinderen. Ze worden niet langer producent, of ze zijn niet langer producent, maar ze worden mee consument. En in heel hun consument zijn, zie je dat die idee van die kinderlijke onschuld heel sterk wordt gecultiveerd. Kijk naar alle producten die op dat moment op de markt komen, dan zie je daar keer op keer datzelfde beeld van kinderen bevestigd zien. Een beeld dat draait rond het feit dat men van kinderen niet langer gaat verwachten dat ze gaan werken, maar men gaat van kinderen emoties, men gaat van kinderen liefde, men gaat van kinderen tranen, geluk verwachten. En het is die... Het zijn die emoties, die toch wel sentimentele kijk op kinderen, die de rode draad vormt doorheen de commerciële vormgeving van dat kind zijn. En dat is voor mij, cruciaal in de manier waarop we... heeft heel sterk bijgedragen in de manier waarop we... naar kinderen zijn gaan kijken. Denk aan het motto van Walt Disney, van de Disney Company. Make people happy. Keer op keer, het is op dat moment geluk een centrale plek gaat krijgen in het leven van kinderen en in het kijken naar het leven van die kinderen. Ik vind dat je trouwens die gevolgen van die commercialiseringen die dus... dus ook van het geluk heel mooi schetst. In die zin dat je ook aantoont dat een van die gevolgen, dus die creatie en commercialisering van angst en onzekerheid is. En dan anderzijds de medicalisering. Maar een vraag die dan bij mij blijft hangen, oplossing, tussen aanhalingstekens is geen oplossing, maar wel een hint. Hè? Dus lichtelijk liefdevolle verwaarlozing. Dat vind ik een schitterend begrip. Dat kan misschien wel op individueel niveau en op gezinsniveau, maar de sociale druk in die zaken is toch zo groot.
En dan is mijn vraag van, hoe ontkom je daar als individu aan? Als je een kind hebt dat geviseerd wordt als zijnde hebbende ADHD, dan word je wel op appel geroepen op de school en dat soort dingen. Dus het is niet omdat je zelf overtuigd bent van die gevolgen van die constructie van dat gelukkige kind, dat je daaraan ontsnapt. Nee, dat is waar. Vandaar dat, als je zegt, het is vandaar dat het belangrijk is om op maatschappelijk niveau daarover na te denken. Als je ziet hoe men bijvoorbeeld het spel van kinderen vandaag binnen die publieke ruimte zeer sterk gaat problematiseren. We hadden deze week nog de uitspraak van de rechter in Assen rond kinderopvang. Je ziet hoe... Je ziet op verschillende plaatsen hoe dat spel van kinderen wordt geproblematiseerd en hoe kinderen opnieuw als een gevaar voor de samenleving gaan verschijnen. En je ziet dat op verschillende terreinen. En ik denk dat het heel belangrijk is om, denk aan de discussie rond hangjongeren. Heel initiatieven zoals de Zero Tolerance, maar de Very Irritating Police aan de Westkust. Allemaal initiatieven die keer op keer eigenlijk sterk problematiserend gaan werken. En ik denk dat het belangrijk is om op maatschappelijk niveau daaraan te gaan werken. Zeker, wat je vandaag ziet, is dat men maatschappelijke problemen heel vaak gaat verengen tot pedagogische problemen. Of tot problemen van jongeren. Kijk naar gezondheid en beweging. Je gaat vandaag heel vaak in kranten zien staan, kinderen en jongeren bewegen niet meer, ze sporten niet meer. Terwijl dat eigenlijk een breder maatschappelijk fenomeen is. Maar het wordt verengd tot een probleem van kinderen en jongeren en het wordt dan ook opgelost door daar allerlei programma's op school te gaan organiseren. Terwijl ik denk van, je moet dat veel meer op structureel maatschappelijk niveau gaan oplossen. Ook mobiliteit. We spreken vandaag over achterbankkinderen. Opnieuw, we zien hoe een maatschappelijk probleem, namelijk het is absoluut niet veilig voor kinderen om alleen of met een paar zich op straat te gaan begeven als ze naar school gaan. Alleen fietsen, alleen te voet gaan, is niet veilig. In straten zijn niet veilig. Maar we gaan zeggen, we worden geconfronteerd met achterbankkinderen. Dus, maatschappelijk probleem wordt verengd tot het probleem van kinderen. Terwijl je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, goh, misschien moeten we als samenleving wel proberen om ervoor te zorgen dat kinderen vanaf de lagere school alleen naar school kunnen gaan. Maar dan moet je wel je samenleving zodanig gaan organiseren en structureren. En dat betekent dus dat je het niet langer puur gaat zien als een probleem van kinderen en jongeren, maar als een breder maatschappelijk probleem. En je ziet het zo, er zijn zoveel voorbeelden aan te geven. En moeten kinderen dan pertinenter op de politieke agenda staan? Of moeten die problemen juist niet als zijn de problemen van de jeugd aangekaart worden? Wel, de twee. Ik denk dat we keer op keer moeten gaan kijken naar wat kunnen we op structureel niveau doen rond maatschappelijke problemen. Armoede. Armoede, net hetzelfde. Armoede, men gaat armoede verengen tot een kenmerk van een mens. Die kan niet omgaan met geld. Of dat soort zaken. Terwijl armoede in wezen, in essentie, een structureel probleem is. Eigenlijk dat opgelost kan worden via herverdeling. Nu, dus ja, we moeten die thema's op de politieke agenda plaatsen. Maar we moeten natuurlijk in het zoeken naar oplossingen eigenlijk vooral oplossingen op structureel niveau gaan zoeken. En moet het dan meer opgepikt worden door politieke partijen? Of ziet u die rol weggelegd voor bepaalde instanties? Zoals het kinderrechtencommissariaat. Natuurlijk, maar ik denk dat het ook een taak is van ons allemaal. Je ziet vandaag toch wel heel duidelijk een beweging naar een gemeenschapsgebaseerde benadering van opvoeding, waarbij er opnieuw, en ook psychoanalytici zoals Paul Verhagen bijvoorbeeld, gaan daar heel sterk op hameren, het belang van een gedeelde verantwoordelijkheid. En
neem nu de discussie rond de hangjongeren, waarbij men gaat zeggen, goed, het heeft geen zin om daar een mosquito te hangen die een signaal gaat uitsturen waardoor dat die jongeren op een bepaald moment gaan wegblijven of gaan weglopen. Nee, je moet er proberen naar streven om die publieke ruimte tot een gedeelde publieke ruimte te maken. En tot, je hebt daar in Nederland, hebben ze daar heel mooi onderzoek naar, en dat je daar een familiariteit gaat gaan kweken, zodanig dat iedereen durft aanspreken. En ik denk dat... Zitten we eigenlijk vast, als gezegd, van mensen die iets meer nadenken over overbevolking op de planeet en dergelijke, die kiezen voor 2 of minder dan 2 kinderen. En ergens wilt je ook dat die een gelukkige jeugd hebben, dat die ergens graag wat hebt en zotte maar 2 kinderen. Zitten we dan niet een beetje blok? Kunt je die mensen verwijten dat ze zo hard zijn voor hun kinderen, zoveel mogelijk willen voor hun kinderen en dat we meer en meer gaan naar dat risicovolle kind? Allee, ja, zitten we niet een beetje blok? Maar ik denk dat we onszelf voor een stuk blok zetten. In die zin dat we leven zeer sterk met het verlangen om kinderen door en door te gaan kennen. En als je ziet hoe men vanaf het begin van de 20e eeuw eigenlijk allerlei onderzoek opgezet heeft om kinderen door en door te gaan kennen. Gerrit Breusma, die een boek geschreven heeft, zeer aanbevelenswaardig, Het Vreemde Kind, die zegt, we hebben eigenlijk keer op keer, of we willen keer op keer het naadje van de kous weten. We willen dat kind door en door doorgronden, wat ervoor gezorgd heeft dat we eigenlijk ook alleen maar altijd het beste willen. We willen het beste boek, we willen de beste school, de beste jeugdbeweging. Maar daardoor zetten we ons vast. We zetten onszelf, denk ik, als volwassenen vast en we zetten onszelf als ouder vast. En daarom is dat concept van die liefdevolle verwaarlozing zo'n interessant gegeven. Omdat het ruimte laat voor andere dingen. Ik denk aan Langeveld, Martinus Jan Langeveld. Dat was een pedagoog in de jaren 50 en die deed onderzoek naar het geheim van kinderen, geheimen van kind zijn. En die man verdedigde de stelling van we moeten kinderen ook af en toe de kans geven om plekken te gaan verkennen waar wij als volwassenen eigenlijk geen zicht moeten op hebben. Laat dat los. En ik denk dat zo belangrijk is. Als je nu kijkt, hè, onderzoek geeft aan dat kinderen vandaag, dat kinderspel, zich binnen een omtrek van 25 meter van het huis afspeelt. 25 jaar geleden was dat 1,5 kilometer. Dat heeft uiteraard met de toenemende verstedelijking te maken, maar dat zegt toch wel ongelooflijk veel over de ruimte die we kinderen en jongeren vandaag nog gunnen. En in die zin zitten we blok. Ja, ik vind dat we nu ook niet zo pessimistisch moeten zijn. Hè. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we ons heel vaak zelf blok zetten. Ons en ook kinderen. In ieder geval, bedankt voor het komen. Ook diegenen die op de vloer zaten.